Ga jij je haar maar goed doen? Oh, je filmt. Ja, ik film al gelijk. Oké, nou maak jij. Zo, hoe voel je het gaan? Want ze weten nog van niks. Toch? Maar gisteren zag ik deze mooie auto ook al. En nu weer. Maar wat is er toch een beauty ook, hè? Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Carin en Roderick. Roderick en Carin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 28 maart 2022, jongens. Ja, het is nu 2:05. Ja, en ik heb er zin in vandaag. Ik heb er gewoon zin in, ja. Rodi loopt dus een heel stuk achter me. En Lady loopt lekker daar. Ja, helemaal goed. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wat is hier nu? Oh, ik schrok. Ik schrok. Maar, ik schrok en ik dacht gelijk de eerste dag. Oké, dus dingetjes dat ik een beetje kon Zo, daar sta ik dan. Vandaag lekker bij het CBR. Helemaal top, helemaal geweldig. Alleen ik ben wazig. Kijk, nou niet. Nou wel. Want de stuur die zo. Ik denk dat dit een stuk beter is. Geen idee. Zo. Maar ja. Zometeen even mijn tussentijdse toets. Ik heb nou een dame bij me. Ja. Dat is wel chill, moet ik zeggen. Doe jullie even zo, is makkelijker. Zo, ja, dat zeg ik. Ik heb nou een dame bij me. Die is ook weer nu geabonneerd op mijn kanaal. Ook helemaal geweldig, leuk. Het is een vriendelijke dame. Ze heeft helemaal niks gezegd. Ik mocht gewoon hier naartoe rijden. Ik heb nog wat bijzonder mijn manoeuvres gedaan. Ging ook helemaal top. Dus dat moet goed komen. Ja hoor. Ik weet wat dat is. Ik weet nou ook hoe deze auto werkt. Dus dat is wel gewoon chill. Alleen ik zie een hoop mensen nog wel met mondkapjes dragen. Dus dat is eventjes mijn eikelige punt, zeg maar. Dat ik dat niet op hoef. Want dan word ik helemaal, dan krijg ik spanningen. Dus ik hoop dat dat gewoon goed gaat. Dus ja, ze is nou eventjes een pennetje aan het halen. Want ik moet even wat invullen samen met haar. Maar dat komt toch goed. Ja hoor. Zelfreflectie, zeg maar. Ik weet niet of ze er zelf op wil, dat weet ik allemaal niet, maar dat zal ik zo meteen wel vragen. Dus ja, het is eventjes afwachten, het is kijken van hoe het gaat. Dus ik ben benieuwd. Ja, En mochten jullie nieuwsgierig zijn, in de vorige vlogs heb ik ook de link van deze rijschool erin. Dat zal ik dus ook nu doen. Dus dat scheelt weer een hele hoop. Dus ja, we gaan het afwachten. En ik heb hier een lekkere flesje met water van gekregen. Dus het is hier een beetje druk, moet ik zeggen. Ik zie het nou en voor het eerst, zeg maar, hoe druk het hier kan wezen. Dit is voor mij echt voor het eerst dat ik hier nou ben. Ja, dat is gewoon, daarom zeg ik al, dit is nou voor het eerst dat ik hier nou ben overdag. Dus we gaan het zien hoe het gaat, hoe het werkt, geen idee. Ik vind het allemaal prima. Een beetje water, heerlijk. Dus, jullie horen het nog van mij straks. Ga jij je haar maar goed doen? Oh, je filmt. Ja, film al gelijk. Oké, nou maak jij het. Nou, dit is mijn andere rijinstructeur. Yes. Stel je eens even voor, wie ben je en hoe lang werk je al voor Basiel en voor A-klasse? Nou, mijn naam is Ella, ik ben 20, ik ben pas begonnen. Ik denk nu eigenlijk een weekje. Een weekje voor A-klas. En mijn moeder heeft ook haar eigen rijschool. Dus in de tussentijd spring ik ook voor mijn moeder in. Gezellig. Dus ja, dat eigenlijk. En wat vind je van mij nu? Je kent mij nog niet zo lang. En ik heb nu zelfstandig mogen rijden van je eigenlijk, zeg maar. Ook hier helemaal naartoe. Wat vond je ervan? Ja, is dat een vraag? Ja, dat is een vraag. Ik zeg net zelfstandig. Ik heb helemaal niks gezegd. Gewoon letterlijk niks. Ik heb niet gezegd, joh, wil je even straks naar links, straks naar rechts. Helemaal niks. Lekker zelfstandig. Ik heb haar alleen complimenten gegeven, want ze doet het heerlijk. En ze doet het goed. Ik zeg het echt niet om haar te pleasen hoor. Het is echt fact gewoon. Keiharde feiten. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ook met haar bijzondere verrichtingen. Dus, ja. En verwachten op het hij of een zij wordt. Ja, nu alleen nog haar tussentijdse toets. Yep. Maar die ga ik halen, joh. Ja, komt goed. Ik heb mooie dingen gezien, hoor. Ja, dat is mooi. Ja. Ik voelde me veilig naast je. Toch wel? Veilig. Kijk zo af. Wat moet jij? Waarom zeg je dat zo? Ik voelde me veilig en comfortabel. Dat is mooi. Echt. Dat is mooi. Heerlijk. Dat is mooi. Dus ja. Duimpjes omhoog. Ja, precies. En wat meer abonnees mag ook wel. Ja, top. Zeker. Zo, kijk. Dit is de mooie auto. Ja, haha. Maar nu even zonder het A-klasse erop. Zonder. Maar oké. Dingetje naar beneden. Kan ik ook doen. Yes. Zo, hoe voel je het gaan? Want ze weten nog van niks. Top. Maar, vertel. Ze heeft hem gehaald hoor. Vrijstelling is binnen. Mooi, top. Echt goed, ja. Echt goed. Ik ben trots op je, Carin. Dankjewel. En ik op jou weer. Want je hebt het ook weer geflikt. Yes, dankjewel. Hey, is goed. Okay, en we houden contact, meis. Ja, zeker. Komt goed. Hey, doei. En nu verwacht op Ro, want die komt er ook zo nog aan. Dus ik ga lekker naar binnen. Moet ze alles even afstellen of op haar niveau. Dan moet je alles nu afstellen of op jouw niveau. Zo, wat een beest ook hè dit. Hai, doei! Nou, gassen maar dat in. Doei! Zo, schat. Ben je trots op mij? Jawel, hè? Ja, ik kan niet echt lekker praten, want ik heb hier gewoon een ontsteking zitten, jongens. Mooi, dat doet zeer. Dat doet auw. Dat kan ik je wel vertellen. Maar oké, dat mag de pret weer niet drukken. Maar we gaan wel weer even naar de bak. Even kijken wat ze weer hebben. Ik denk niet zoveel. Voor mij misschien wel weer wat voor room, maar dat zien we dan wel weer. Ja. Nee. Dit is alles. Nou, er was dus niks in de bak voor mij, maar ik heb wel weer dit erbij. Ja. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Ja, zeer zeker. Nou gaan we lekker naar huis. Ik ga de rood voor de afwas doen en dan ga ik even liggen. Want ik heb echt heel veel pijn. En morgen even de tandarts bellen om te kijken of ik daar morgen ook nog terecht kan. Want dit is niet te harde, zeg maar. Maar ja, ik heb gewoon even ontsteking. Nou, dat hebben er wel meerdere mensen. Wel eens een keertje was van, nou en ik nu weer eens een keer, nou joepie poepie. Zo vaak komt dat ook niet voor dat ik een ontsteking in mijn mond heb. Nee. Heb ik daar een gaatje en waarschijnlijk komt dus domme gaatje dat ik dus daardoor dus een ontsteking heb. Maar dat zie ik dan wel weer. Dus, ja, ik ga nu weer lekker naar huis. Roderick komt er weer aan, zeg maar. Dan zal we weer wel wat vragen. Hi. Hi. Maar schat, even een vraag aan jou. Kun je deze nog eventjes in de auto doen als het goed is? Oké. Okay. Ja, is goed. Ja, is goed zo. Ja, kan ook zo. Ja, prima. Helemaal goud. Maar even een vraag, schat. Waarom ben jij zo trots op mij vandaag? Vertel, waarom? Nou, je hebt vandaag een tussentijdse toets gedaan voor je rijexamen. Ja, klopt. Rijbewijs B, zogenaamd. Ja. Daar heb je dus een vogel gedaan dat je het verhuis aan hebt gekregen voor je rijexamen B. Ja, dus. En wat hoef ik dan niet op mijn examen te doen meer? Die tussentijdse toets, die verrichtingen, speciale verrichtingen. Ja, zoals wat en wat? Recht achteruit rijden, inparkeren, straatje keren, weet ik wat allemaal. Dus bijzondere verrichtingen, dat zijn dus echt gewoon inparkeren, achteruit rijden, vooruit inparkeren, al dat soort dingen. Dat zijn gewoon bijzondere verrichtingen. Dus die hoef ik dus niet meer te doen. Dus dat scheelt heel erg. Zo, dat was bijna jood, sorry. Maar ja, we gaan gewoon weer lekker naar huis. Want ik ben ook moe, ben bek af. Waarschijnlijk zien jullie dat ook wel aan, maar dat ik gewoon echt bek af ben. Dus ja, nee. Dus wij gaan nu op naar huis. Werk ze voor straks. Doei doei schat, werk ze. Slaap lekker nog eerst even. Doei. Ja, toen was het alweer in de nacht. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik heb al lekker gegeten. Ro is lang en breed alweer aan het werk. Want die moest om 10:30 beginnen tot morgenochtend. Ja. En morgen krijg ik namelijk weer Laura. Die mag ook weer lekker in beeld komen. Yay, joepie. En nou ja, dan komt Debbie nog. En ik moet eventjes bellen naar de tandarts. Moet ik ook niet vergeten. Dus ja, lekker. Ik mag niet klagen. Nee. En zoals jullie hebben kunnen zien, ging mijn tussentijdse toets helemaal goed. En daar ben ik voor geslaagd. Dus de bijzondere verrichtingen hoef ik dus niet meer te doen op mijn praktijkexamen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Alleen nog een paar kleine dingetjes waar ik aan moet werken. Maar daar heb ik alle vertrouwen in bij Basiel en dat andere meisje. Ik ben even haar naam kwijt. Ja, weet je. Ik ga even zoeken. Ik ben ook kwijt. Oh, wat erg. Oh, Carin schaam je diep. Oh, 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 oh. Mag niet, hè. Oh, Carin. Mag niet. Oh, wat erg. Nee hoor, niet erg. Kan gebeuren. Ella. Ja, Ella. Zo. Sorry. Maar nee. Ella, dat is ook een toppertje. Ik heb daar ook weer veel van geleerd. En nou ja, ik ga ook sowieso mijn dingen meenemen waar ik nog aan moet werken. Het zijn maar ongeveer 3 dingetjes ongeveer. Dus ja, ik ben daar super blij mee. En ik heb alle vertrouwen in rijschool A-klasse. De link staat sowieso hier beneden in de beschrijving. En dan ga ik zo lekker de hondjes uitlaten. Ja! En ik heb mama ook aan de telefoon. Ja, zeer zeker. Dus de hypotheker, ja. En hoe vindt u het en dat uw dochter is geslaagd en voor haar tussentijds toets? Helemaal trots op haar. Jazeker, te weten. Super trots. Dat kan u dus nagaan. Rodi weet het. Nou ja, hè, dus mijn rijschool die weet het. Rodi weet het. U weet het. En pa die weet het nog niet eens. Pa die weet het nog niet. Ja, ik heb zelf met hem een afspraak omdat hij mij elke week zou bellen. Maar daar houdt hij ook zich niet aan. Dus, ach ja. Jullie zien me straks. Moet je ze zien liggen hier ook, hè? Joh, kijk dan. Miepie hier zo. Van joh, ik zit hier wel lekker hoor. Ik lig hier wel lekker. Die ligt ernaast en die ligt daar lekker naast. Helemaal goed. Lig je lekker, schat? Ha, ja, lig je lekker. Mooi. Ik ga zo lopen met jullie. Weet je? Plastic poepen doen zo met jullie. Ja, plastic poepen doen zo. Gaan jullie zo mee dan? Ja, eventjes een blokje doen. Dan kan ik ook zo lekker naar bed slapen. Ik heb het ook wel weer gehad voor vandaag. Ja. Ja. En die staat nog op zomertijd. Dus zo laat is het niet, mensen. Het is nou... oh, zo laat. Dus, ik ga mijn jas aan doen. En ik ga lopen met jullie. Ja, echt wel. Moest je opletten, hè? Opletten. Zo, betere meisje. Nee, tutje. Nee, tutje, mutje. Ga je mee zo? Plasje poepen doen? Ja, ga je zo mee? Goed zo. Gisteren zag ik deze mooie auto ook al. En nu weer. Maar wat is het toch een beauty ook, hè? Wauw. We moeten eens kijken. Ja. Moet eens kijken. Wat een beauty. Heel mooi. Nou, ik ben dus inderdaad aan het lopen met de dames. Inderdaad om zo laat, midden in de nacht. Helemaal lekker. Hallo. Ja, een hele goede nacht. Ja. Ik zit op bed. Dat betekent dat ik lekker deze vlog ga afsluiten. Dus, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!